Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Monkey Ball Banana Mania. En in deze aflevering gaan we wereld 7 proberen te halen. Ik heb dit level al een keer eerder geprobeerd, wereld 7.1. En dit is echt zo tof als moeilijk level. Het zou heel heftig zijn als ik hem nu in één keer zou halen, maar dat verwacht ik niet. Wauw. Ik heb hier dus, want dit is echt heftig. Ik heb hier dus 20 minuten over gedaan. En toen dacht ik, weet je wat, ik begin de aflevering gewoon opnieuw, anders heb je de hele tijd niks en het is saai voor jullie. Nu, first try. Nice. Oké. Ready? Oh jee. Go. Oh, je moet een aanloopje nemen, oké. Okay. In ieder geval wereld 7. De levels worden een stuk moeilijker zoals we de vorige aflevering... Oh, dan ga je te hard. Zoals je de vorige aflevering natuurlijk wel gemerkt hebt. Je moet een jumpje maken met wat snelheid. Wel heftig dat je dan nog eens zo makkelijk level ertussen hebt. Maar ja, in ieder geval 7.2 ook gehaald. Ik zit aan het denken of als de levels te moeilijk worden dat ik gewoon een halve wereld per aflevering doe. En als we gewoon een beetje zo blijven als wereld 6, zeg maar. Dan kunnen we gewoon weer... een hele wereld doen. Ik moet alleen heel even kijken. Oh. Ik heb het gevoel dat dat de bedoeling is. Ah. Ah, shit. Je moet het maar weten. What the fuck? Wacht, die andere gaat ook zo hoog. Oh nee, die andere gaat niet zo hoog, of wel? Nee. Het is echt alleen deze die zo hoog gaat. Ja, oké. Ik snap de bedoeling. Dit is wel moeilijk, hè. Dit is wel een erg pittige. Hier heb ik nog wel een paar tries voor nodig. En het recht houden is erg moeilijk. Ah, oh, en dan ook nog de snelheid pakken, oké. Okay. Oké, okay, het viel mee. Trial 3 is ook gecleared. Wat is dit? Lijkt als een soort domino day. Oh. Het is ook een soort domino day. Ik denk dat ik voor de domino's bij het eind moet zijn. Ik denk dat dat de bedoeling is. Oké, okay, deze was helemaal niet moeilijk. What the fuck? Oh jee. Bewegende rondjes. Thank you.
Maar joh, wat gebeurde er? Ready, go! Volgens mij is bij dit level echt het recht blijven ding, zeg maar. Ja. Dus dit is een relatief breed pad natuurlijk. Dit is lastig. Oké, viel mee. Weer een leveltje, we zijn 6 minuten bezig, meteen 5 levels gekleerd. Ready? Go! Oké. Oké, dit is... Hier zit je echt met de tijd. Nou. Dit is wel jammer dat je hierop moet wachten. Kom op, snel omhoog. Nice. Oké. Voor een minder leuk level. Ready, go. Je hebt dus ook missies blijkbaar in de levels, maar daar kom ik wel een keertje op een later moment op terug. Oké. Maar met te snel dan of zo. Hoe doet hij dan?
Ready, go! Ik ga gewoon meteen proberen erop te gaan. Hier, dan is dat nooit goed. Ready, go! Bovenlangs weer proberen. Ik heb geen idee hoor. Fall out. Ready, go. Ik heb geen idee. Ik ga de hulpfunctie gebruiken, want ik ga hier niet uitkomen. Ready, go. Ja, maar ik heb niks aan de time limit. Fall out. Ready, wat is dit go. Voor? Ik denk dat hij gewoon stuk zit. Ik ga dat ding weer uitzetten. Ready, go. Fall out. Ik zie niet hoe het level moet. Hier zit er opeens weer bumps in. Ready, go. Fall out. Ready, go. Fall out. Ready, go. Oh wow. Ik heb geen idee. Fall out. Ready, go. Hier, bij mij gaat hij er meteen af. Ready, go. Fall out. Ready, go. Fall out. Ready, go. Ja, dit level echt. Dan moest die ongeveer. Zal wel.
Ready? Go! Fall out! Ready? Go! Ik snap dit kutlevel niet. Ready, go! Fall out! Ready, go! Kom op. Moet hij toch wel de onderste track hebben, dat weet ik. Oh, wat? Oh, dan moet je net de juiste track hebben. Dan moet ik proberen echt die eerste te pakken. Fall out. Ready? Go. Fall out. Ready? Go. Ready, go! Moet een heel rondje wachten, maar ik weet niet of hier dan, of de tijd niet opgaat. Dus. Fall out. Ready, go! Ready, go! Ik denk dat het beste idee is, dat ik hier een rondje laat wachten. Fall out! Ready, go! Wat is dit een good level? Ready, go! Fall out. Je weet nooit wanneer het te snel gaat. Het is zo onduidelijk. Het is slow op een of andere manier. Het is allemaal random.
Ready? Go! Ik moet me zo rustig houden. Random physics, daar houden we van. Eindelijk. Next. Ready? Go. Ik weet niet wat er met dit level is, maar dat zien we vanzelf. Fall out. Ready? Go. Ja. Ik snap het level wel, maar dit wordt weer een hele uitdaging. Het viel mee. Hierarchy, ja. Yeah. Oké. Wat zijn dit voor heftige loopings? Oh, je kan daar rechts op staan, zie ik. Ja, nee, daar kom je vandaan. Fall out. Ready? Go. Fall out. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen, joh. Ik heb een idee hoe ik dit level moet halen. Niet zo. Ready? Go. Fall out. Ready? Go.
Dit level gaat me nooit halen. Dit level gaat me nooit lukken. Dit is zo'n onzin. Wie heeft dit bedacht? Ik zie het nog steeds niet gebeuren, maar je weet het niet. Ready? Go! Fall out. Ready? Go! 8 bracelets. 8 satanistische bracelets, ja. Momentum is zo lastig, hè, om te behouden. Ready, go! Ja, de aflevering is 30 nu. Alleen, ongeveer, niet helemaal. Alleen, dat gaat nog lang duren bij dit level. Ready, dat heb ik alweer door. Ik wil even de stage zien. Ready, go! Oké, dus die laatste bracelet is die en dan... Oké. Nice. Ik had echt niet verwacht dat ik dit level ooit zou halen. Holy shit. Oh jee. Oh, ik zag een verslomingsknopje. Oké. Dit was niet zo moeilijk. First time, hot of flots. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering van de Monkey Ball. Adios, amigos.
Let's go.